Goedemiddag, ik ben Bart Geerinckx van de combinatie Luc Bart en Jurgen Geerinckx uit Wommelgem. We zijn hier nu op het moment op de vlieghokken. De duiven zitten hier op het moment in rustperiode. Dus je ziet het op rustperiode, wil het ook zeggen rustperiode voor de melker. Er wordt heel weinig onderhoud gegeven aan de duiven. Ze moeten een beetje terug naar de natuur gaan, vind ik. Wat natuurlijke weerstand kweken. En daarom worden de hokken op het moment ook niet gereinigd. Enkel de duiven krijgen enkel voeding en water. Na deze periode worden ze natuurlijk terug gereinigd en start het seizoen. Dit is op het moment mijn beste weduwnaar, Blue Lagoon, 302 van 2010. Hij heeft verleden jaar in 2012, vliegt hij 11 grote halve fondvluchten, waarvan 11 prijzen, 10 maal per tiental. En vliegt ook 1, 2, 4 en 7 provinciaal. De 1 week vloog hij eerst interprovinciaal van 1650 meters. De week daarna was er een Argenton van 1150 meters en vloog hij ook de tweede provinciaal. Dus echt wel een topduif. Dit jaar heeft hij ook nog een eerste nationaal zonaal gewonnen op Montluçon. En deze gaat volgend jaar zeker en vast naar mijn kweekhok. Dit is AC, de tweede nationale asduif, grote halve fond, de 2013. Zij is een dochter van Glamour. Glamour is een dochter van mijn bekendste duif, Gladiator, en topkweker. Dus ook hier weer de goede duiven, denk ik, dat toch makkelijk terug uit de goede komen. En de vader is Fast Boy, en dat is een zoon van mijn Rapido 1. En Rapido 1 is dan ook weer een zoon van Miss Rapido, ook weer een nationale asduif, 3 keer eerste provinciaal gewonnen. Dus ja, in de pedigree zitten veel asduiven en eerste prijswinnaars. En dit komt hier tezamen in deze duif. Zij vliegt dit jaar eerste, tweede en 2x derde zonaal. Het was nog lange tijd een beetje afwachten, misschien voor de eerste, want er was niet veel verschil tussen de eerste en de tweede nationale asduif, maar 0,01%. En komen eigenlijk een paar duiven tekort, zonaal, om de eerste nationale asduif te hebben. Dus het was heel nipt. De volgende duif die ik wil voorstellen is Just Wait. Zij heeft eigenlijk gezorgd voor het mooiste moment dit jaar bij de duiven. Zij won de eerste nationaal, Argenton. Ze was eigenlijk samen met Black Lady. Ze kwamen eigenlijk gelijk aan. Dus voor hetzelfde geld had ik hier Black Lady vast gehad, maar zij wiepte juist iets rapper binnen, een seconde vroeger als Black Lady. En Just Wait is een dochter van mijn Zena. Zena was zelf ook tweede nationaal Argenton, op een loodzware Argenton, begin augustus, vloog zij toen tweede nationaal, aan 1120 meters. De vader van Just Wait is Rapido 1, dus ook weer een zoon van een nationaal asduif, Miss Rapido. En ook hier weer, denk ik, een heel goede duiven in de pedigree van deze duif. Just Wait is ook niet zomaar een eendagsvlieg. Vloog 2 weken ervoor ook al tweede nationaal, de zone van Montluçon. De week daar vloog ze zelfs de tweede van Dourdan. De volgende duif dat ik wil voorstellen is een duif met voor mij een heel grote emotionele waarde ook. Dat is de Luc, mijn nationale winnaar Argenton, vorig jaar in 2012. Juist een jaar voordat Just Wait de eerste nationaal won. Ja, Luc is eigenlijk nog de laatste zoon uit een van mijn betere kweekkoppels ook. De IJzeren van 96, waar verschillende provinciale winnaars uit zijn gekomen.
En de moeder is één wit pen Willy. Eén wit pen Willy is ook een dochter van mijn Willy, eigenlijk de stammoeder van mijn kolonie. Dus ja, en na zijn nationale overwinning is hij direct naar het kweekhok gegaan. En nu zit hij gekoppeld tegen Just Wait, waar ik een paar prachtige jongen van heb. Ja, de volgende duif die ik wil voorstellen is mijn Olympiade duif allround, Miss Magic. Ja, een geweldige vliegduif eigenlijk, een van de beste dat ik ooit heb gehad. Zij is een dochter van Rapido 2, dus ook weer een zoon van Miss Rapido, ook national asduif. En de moeder is mijn blauw diamantje, een dochter van mijn Olympiade duif Gladiator met diamantje. Ook twee geweldige duiven. Dus ja, en zij ook. Nu van deze duif ga ik nog een koppel jongen in bis brengen, samen met Gladiator. Dus kleindochter, met Gladiator zelf dan. En dat ga ik doen omdat Gladiator sinds juni niet meer bevrucht. En dat was een van de laatste koppeljongen dat ik ervan had. En aangezien ik er zelf ook nog graag eentje van heb, zal er een van de twee verkocht worden.